meest interessante partij van vandaag is allicht Antwerp-Anderlecht. Anderlecht dat zich, zoals bekend, aanzienlijk heeft versterkt, startte vorige woensdag met een toch wel indrukwekkende 6-0 overwinning tegen Waregem. Maar een uitwedstrijd tegen Antwerp dat tijdens het tussenseizoen van der Linden naar Anderlecht zag vertrekken, is natuurlijk nog andere koek. De Grijze voor Van Tichelen. Opnieuw de Grijze. Mooi gedaan, Mark van der Linden nu. Kort allemaal, de Grijze. Kans Nielis. En die gaat binnen. Prachtig doelpunt, lukt Nielis. 0-1 dus na 38 minuten voor het Anderlecht van trainer Aden Mos. De 15.000 toeschouwers op de Bosuil zien een spektakelmatch met heel wat kansen. Van Rooij gaat. Daar is Lenoff. Met rechts. Oh, wat een doelpunt. Lenoff. 1-1 op 2 minuten van de rust. De Grijze. De Kunen. Goed naar binnen gekomen. Daar is Van der Linden. Binnen voor zijn eigen oude publiek hier. Mark Van der Linden. Van der Linden scoort tegen zijn ex-ploeg. Maar Antwerp heeft met Van Rooij, Lenoff en Tjerniatinski nog grote namen. Antwerp krijgt een kwartier voortijd, een strafschop na dit handspel van Georges Gruen. Frans van Rooij kan de stand op 2-2 brengen. Heeft een schitterende linker. Wat doet hij? Die bal gaat niet binnen tegen de dwarsligger. Ongelooflijk. Nico Klaassen. Zonder te kijken. Nu naast de bal. Kursic kan schieten. Die gaat binnen. Kursic. Zijn eerste wedstrijd voor Antwerp. Brengt de stand op. We zijn in de laatste minuut. Schroten nog die bal voor doel gooit. Tjerniatinski erachteraan. Legt terug. Nico Klaassen. De kans nog. In de laatste seconde. Maar het blijft 2-2. Zeer verdienstelijk Antwerp. En Anderlecht verliest dus zijn eerste punt al.